Goeiedag, ik ben Chris Mastermaker en verkoopadviseur bij Toyota Lauwman in Schagen. We staan in een iets andere omgeving, kenmerkend voor dit mooie model, de Prius. De Prius is de grondlegger van hybride rijden bij Toyota. Al 23 jaar hebben wij dit model. Dit is een merk binnen Toyota zelf. Ieder merk wil een Prius, zo simpel is het. Hij bestaat voor 75% uit gerecyclede materialen in het interieur. Aluminium motorkap en kofferklep. Ik heb mijn vrienden ook meegenomen, de schapen. Want hij wordt wel eens gezegd als het grijze wollen sokken syndroom. Nou, ik vind van niet. Deze auto moet je leren waarderen. Dit logo is namelijk wonderen. Het is Japans, Kaizen, Genshi Genbutsu, respect en teamwork. Het komt hier allemaal naar voren. De hele styling van de auto is gebaseerd op gewoon goed rijden. Ik wil even een fietser voorbij. Hoort er ook bij, want de Prius is voor alle gemakken voorzien. Deze auto mag gewoon een trekhaak hebben voor 725 kilo. Mocht je een keer je fiets mee willen nemen, het kan. Dit is de executive uitvoering. Ik heb hem zelf verkocht in 2016 aan de tweede voorgaande eigenaar. Altijd bij ons in onderhoud geweest. En de eerste eigenaar heeft bijvoorbeeld deze mooie bronzen inserts in de velgen geplaatst. De spatlappen, de stootlijsten, mooie dorpellijsten, achterbescherming. Deze auto is af voor avontuur. Kijken jullie mee naar binnen? Het is een executive uitvoering. Dat houdt in dat hij JBL audiosysteem heeft. Volledig lederen zetels. Maar denk ook bijvoorbeeld aan dode hoeksignalering, pre-crash systemen. Van alle gemakken voorzien. En deze auto kan zichzelf dus inparkeren. Dat doet hij door middel van sensoren op de voor- en achterbumper, maar ook op de schermen. Zodat hij zelf het vak kan meten of hij erin kan, ja of nee. Aan de achterkant heeft hij dus dit mooie beschermstripje, zodat je niet snel de bumper beschadigt. En ook in de laadruimte, je zou een schaap mee kunnen nemen. Het kan allemaal bij deze auto. Zoals gezegd, deze auto staat in het gebied van Lauwman Schagen. Neem contact met ons op om deze fantastische wagen te ontdekken. En ik zet hem graag klaar voor een proefrit. Deel en like dit videootje even. En bedankt. Ik zorg voor de koffie. Fijne dag.